Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe minigame. Mijn naam is Enzo Knol en dit is... Milan. Ja, en dan heb ik het niet over mijn broer. Wacht, weet je, dit is wel mijn broer. Maar hij is gewoon 10 jaar jonger geworden in één keer. Dit is mijn broer Milan Knol. Nee, dit is Milan. En hij is hier vandaag vanwege de Make-A-Wish Foundation. Die hebben ervoor gezorgd dat hij hier is. Samen met zijn zus ook. Die komt nu ook even in beeld. Kijk, dat is Demi. Hallo. Hoi. En wij gaan Minecraft spelen. Want jij vindt Minecraft wel leuk. En, we gaan nu beginnen. Ja, we gaan nu beginnen. Dus ik zou zeggen, zet hem op. We zitten in de map Rainbow. En hou jij een beetje rekening met mijn tactieken altijd? Hoe ik dat een beetje doe? Jij gaat overal gelijk heen. En... Ja, meestal doe ik gewoon helemaal gek. Spring ik altijd overal heen. Maar dit is natuurlijk de eerste keer dat Milan überhaupt op mijn computer zit. Dus hij moet natuurlijk even wennen aan de besturingen. En hij is zeker weten een gierig Hollander, want hij neemt alle spullen mee die hij ziet. Ik snap dat je even moet wennen, want normaal gesproken speel je dit op een laptop, toch? Ja, en dat toetsenbord is veel kleiner. Ja, dan snap ik dat het even een beetje lastig kan zijn. Maar wat ik wel merk, en dat doet Milan nu ook, en dat vind ik wel geinig om te zien, is dat hij precies dezelfde volgorde doet als dat ik altijd doe. Dat is op nummer 1 je zwaard, nummer 2 je pickaxe en nummer 3 je pijl en boog. Ja. Nu ben ik heel erg benieuwd hoeveelste wij gaan worden van de 24 mensen. Wist je dat hier soms ook een kijk. Wat? Oké, dit wist ik geen eens. Zo, ja, ik heb ook hier genoeg aan toch. Oké, super nice. Ja, en doe je even een blokje op. Oh ja, en we zitten trouwens, we spelen op het account van Quinn, want ik ben mijn wachtwoord vergeten van Minecraft. Dus ja ik kan niet op mijn eigen account. Oh, probeer met eieren. Ja. Oh, nu. Ja. Yes, baby! High five! Oh. Dat is de eerste kill. Ja, hey, die gaan we elkaar pakken. Laat me niet hangen, alsjeblieft. Hij laat me hangen. Kom op, Milan. Oh. Ja! Yes! Kijk, die pakken elkaar. Oké, dan pak jij hun. Bam! Schiet hem! Oh, je hebt hem gehit. Ik hoorde pling. Oh, hij gaat sowieso pylo, dood. Pylo. Oh, kijk, er is één iemand dood. Misschien als je nu snel erheen bouwt. Maar dan moet je oppassen of er niet iemand anders daar ons dood wil. Ja. Oh, jij gaat schuilen? Ja, kijk, dan wacht ik zo en dan sla ik zo van onder. Oké, dat is jouw strategie. Ja, dat doe ik altijd. Nou, oké, dan gaan we even wachten. Ja, want jij speelt ook wel eens gewoon Minecraft minigames. Ja. Ook altijd Skywars? Egg Wars, Lucky Island. Alles. Gewoon andere minigames ook? Ja, gewoon waar ik zin in heb dan. Oké, oh ja, dat snap ik. Je bent altijd in de mood voor bepaalde games. Oké, hij komt. Oh, hij gaat lava doen, dat weet ik. Ja, maar dat laddertje houdt het lava tegen. Ja, zie je? Ja, maar dat heeft nu blokje, geen... Blokje. Ja, plaats een blokje. Oh, shit. Oh, dan gaat het lava weg. Hij gaat weer weg. Waarschijnlijk is hij boven iets. Hij zit daar. En die andere aan de andere kant dan? Wat is die aan het doen? Daar zo, ja. Ik ben bang dat als ik met mijn hoofd naar boven en dan dat hij in één lava plaatst. Oh, daar zit hij. Ja, die gaat sowieso jou pesten met lava. Oh, er zijn twee mensen daar, maar die gaan met elkaar vechten, denk ik. Maar ik laat hem gewoon... Kijk, hij zit daar. Want ik maar gaat jouw hartslag nu ook omhoog? Ben je nu nee, gewoon... nog niet erg. Nee, vind je het niet zo spannend? Jongen, zou ik gewoon naar hem toe gaan? Ik vind het... Ja, als jij denkt dat dat goed is... Nou, ik denk niet dat het goed gaat komen, maar we kunnen het proberen. Jij moet doen wat goed voelt. Als je denkt dat het niet goed gaat, dan moet je het niet doen, denk ik. Oh, nou dan gaan we even naar onder. Nog net op tijd. Oké, naar beneden. Oeh, ja, daar is die. Ja, kijk. Sla hem even. Boom! Pak hem, sla hem. Kan je hem niet raken? Jawel. Hij staat in de fik, Misschien moet je nu juist gaan. Hij staat in de fik. Ja, sla hem eraf. Oh, pas op dat hij... Oh, we zijn er vanaf geslagen. Ja. Maar we zijn alsnog vierde geworden. Ja, dat wel. Net geen brons, maar goed. Vierde voor de allereerste keer op een andere computer. Dat is niet slecht, mensen. Oké, dan gaan we nu aan de mappie. Mag jij wat doen we nou... Lucky Island? Ja, is goed. Tuurlijk. Gaan we dat doen. Tuurlijk. Ja, hij is nu in de stemming voor Lucky Island, dus we gaan Lucky Island doen. Oké, welke gaan we? Western. Is die leuk? Ik heb vast. Cowboys. Oh. Oh, druk hem aan de kant. Ja, nice. Oké, even kit. Die? Ja, diamonds. Oké. En dan nog even kijken, deze rechtermuis op. En dan die. Oh, net te laat. Maar het is gelukkig wel daglicht. Oh.
We hebben meteen tools, dat is super nice. Kijk, zo. Oké, okay, wat zit erin, wat zit erin? Bam! En oh, de puls. Oh, nice. Dat is te episch. Wat zit er? Een boog. Oh, een zwaard. Dat is echt fijn. Wat een goede loot krijg jij, man. Als hier een gat zit. Oh, oh. Dit kan goed zijn en dit kan... Nee, maar je kan hem openmaken, want ik zie volgens mij geen redstone. Dus... Nee, Kijk, het is geen trapped chest. En dit weet ik omdat ik laatst een troll heb uitgehaald in mijn survival met trapped chest. Dus echt? Nu weet ik gewoon precies. Heb je die nog niet gezien? Nee, ik kan het nog niet. Staat ook nog niet op mij. Oh, ik dacht wel. We nemen deze al van tevoren op door de week. Oké, pak hem. Ja, ik zie echt... Ja, je pakt hem nu, juist. Je hebt die vleermuis onder hem weggeslagen. Kijk, hoppakee. Maar ik had dus iets gedaan met een trapped chest afgelopen week. In de survival. En nu weet ik precies hoe een trapped chest eruit ziet. Ja, met zo'n rood streepje, zo'n oranje streepje. En zo'n rood streepje inderdaad. Ja. Oké, ga je die diamonds... Juist, daar hebben we nu 9 van. Kijk, dan moet ik even een crafting table. Oh, dat kan niet. Een crafting table. Ik wou net zeggen, we hebben allemaal tools gekregen. En als we, ik denk dat het handig is als we straks ook even die hooibergen kapot slaan. Ja, want het is mijn levens. Ja, jouw levens die gaan een beetje achteruit. Oh. Het is wel grappig trouwens om op Quinn's account te zitten. Ik weet helemaal niet of het goed maar is. Maar kijk hoe Sorry, wij... Quinn. Oh, oeh. Oeh. Misschien moet ik een diamond sword gaan maken. Ik zou als eerst, als ik jou was, even wat levens erbij halen. Dus ik zou die diamonds even met rust laten en dan meteen naar die hooibergen. Oh, en dan even een paar hooibergen kapot slaan en dan brood maken. Weet je hoe dat moet? Ja. Oké, nice. Want heb jij ook gewoon op je laptop een eigen survival? Nee. Nee, je speelt echt eigenlijk alleen maar minigames. Ja, ik wil wel survival, maar ik weet niet echt nog hoe dat moet. Ah, oké. Okay. Oh, daar ligt dat zwaard. Oh, ik had hem gedropt, denk ik. Oh. Ik zat ook al te denken, we hadden toch een enchanted zwaard. Zo. Kijk, ik zou meteen even eten, dan krijg je weer levens erbij. Want als nu iemand komt en die hit ons één keer, dan zijn we gewoon dood. Ja, dat is klaar. Oké, ik zou je zwaard even verwisselen met die andere. Zo. Juist. En dan nu? Kijk, weet je wat het is? Dit is 7 en een diamond sword is 8 volgens mij, als ik het goed heb. Volgens mij is het ook 7. Dat weet ik niet 100% zeker, want dit is sharpness 3, dat is best wel hoog. Dus ik zou dit zwaard gewoon houden. Is dat veranderd in 1.10? Dat het anders is. Dat zou best kunnen hoor. Of zou ik gewoon... Oké, wacht. Nu ga ik jou een hele goede tip geven. Oké. Als je een diamond chestplate maakt, dan heb je 1 item. Maar je kan ook met 9 diamonds en schoentjes en een helm maken. En dat meer? En die twee bij elkaar geven meer armor dan alleen... Ja, ik ben de lul. Maar de tip gebruik je dan voor de volgende keer. Ja. Kijk, welke ken je wel hier? Maar er zit nog niemand in. Maar er kunnen wel mensen ingaan. Dus dan gaan we gewoon in de end. Ik bedoel, ik zit op Quinn's account, dus ik heb allemaal van die meisjes achter me aan die helemaal fangirls zijn. Dus die komen vast wel de server joinen. Nemen we appels? Ja. Okay. Kijk, want hier kan je naar boven, dan kan je gelijk naar het midden. Oh, via hier? Ja, want daaronder in de cave, daar zo zit diamond, daar zit iron. En daar in het hoekje zit gold. Oké, hij weet waar alles zit. Nu ga ik proberen te spelen en dan ga jij me tips geven, oké? Ja, is goed. En dan moet het gewoon helemaal goed komen. Alleen... Zeker. Ja. Er zit nog niemand in. Dan doen we gewoon even een leuk muziekje op in de tussentijd. Ja, dit is van Ronald. Ja, dit is van Ronald. Ja, die is gezien. Moskou, Moskou. Het is zo fucking droog. Oké, maar goed. Hey, yay. Hey, kijk, nu beginnen ze te komen. 4, hopsakee. Er ligt wel veel spul hier. Ja, er ligt heel veel spul hier, hè? Laten we eens even kijken wat we hebben. We hebben hier een yo-yo. Oké, kan jij een beetje yo-yo'en? Nee. Nou, een beetje. Kijk. Oh! Oh! Yeah, baby. Zo, dat was de yo-yo. We hebben hier een soort van sleutel. Maar weet je wat het is? USB-stick. Dit is een USB-stick. Ja. Kijk, USB-stick. De S hebben we helemaal niet nodig. USB-stick. USB-stick. En dan hebben we hier paracetamol. Want ik zat keihard aan de dieren. Nee, grapje. Ik had een beetje last van allemaal shit. En even kijken wat ik hier... Ik heb hier mijn portemonnee. Telefoons. Ik heb mijn telefoon. Ik heb hier een gamebril. Dat is wel cool. Nee, die ken ik. Hier. Oh, nee. Zet hem maar eens op. Dat is toch die hele gekke bril? Ja.
Dan lijkt net Harry Potter. Maar nu moet je niet naar mensen kijken, want je kan ook door iemands kleding heen kijken. Nee. Met die bril. Nee. Ja. Nee. Zo niks van. Dus niet, je begint. Oh, dus niet naar je zus kijken. Oké, daar gaan we. Even kijken. Hier, allemaal iron ingots. Hoppakee. Maar wist je dat als je... Ik weet niks. Je moet gelijk... Help mij. Je moet gelijk naar de generator toe lopen, want als je de eerste hebt gepakt, dan gaat die veel sneller. Dan komen er steeds meer. Oh, dat is een goede tip. Ik ga blokjes maken. Vind je dat goed? Ja. Zo. Maar de gold zit ook nog daar aan de andere kant. Aan de andere kant hier? Wel hier link. Kijk. Hey, turn down for what? Oké. En dan gaan we een zwart maken en dan gaan we naar het midden? Ja, lijkt me goed plan. Oké, lijkt me goed plan, man, jong. Ik denk dat je moet doen. Ja, serieus? Ja, een beetje gek. Ja, hij zoomt een beetje in, hè, die bril. Ja, een beetje gek kleur krijg je ook nog, hè. Ja, klopt. Ja. Even kijken. Hoppakee, maken we even een zwaard hier. Zo, een stone zwarte. En dan... Maar je doet toch ook een gekke talen en zo? Ja. Nu heb ik gewoon Engels staan. Ja, dat heb ik ook. Moskou. Oké, dan nemen we voor de zekerheid wat extra eten mee. Wow, die generators hier, die gaan wel snel, hé. Ja, met die level 2 al, hè. Ja, die zijn al meteen zo'n hoog level. En dit ook al. Dat is niet normaal, man. Dat is niet normaal, jongen. Oké, dan gaan we even... even kijken. Halen we even wat merchandise. Ja. Wat knolpauwen merchandise. Zeker. Hoppakee. Ik moet daar een keer een texture pack van maken. Ja, met gewoon allemaal knolpauwen merchandise. Oké, gaan we nu naar boven? Ja, dan moet je daar naar boven en dan kan je... Lopen. Hier gewoon omhoog bouwen? Nee, daar zit een trap. Oh, is het gewoon een trap? Ja. Wat? Maken ze het zo makkelijk om naar het midden te gaan in deze map? Ja, je moet hier wel heel iets bouwen. Oh, hier wel heel iets bouwen. Ja. Wat? Oké. Okay. Oh ja. Ja, maar het is wel een beetje een gekke brug, want je zit soms glas en dan weet je niet goed. Oké. Ik zie daar ook al iemand. Oh shit. Oh, bedankt, hè. Ja, hey, bedankt. Maar je hebt je ei niet ingebouwd. Ik heb mijn ei niet ingebouwd, dat klopt. En hij gaat waarschijnlijk naar ons toe. Hij gaat waarschijnlijk naar ons toe, inderdaad. En waarschijnlijk komt daar zo'n beeld. Oké, even kijken, maar dan gaan wij dit doen. Ta 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 ta. Kijk, dan gaan we zijn ei even pakken. Is dat zijn ei dan? Ja, ik denk het. Ik hoop het. Hoppakee, gaan we hier naar beneden. Laat ons gewoon hier vallen. Hoppakee. Bam! Moskou. Ja, dat nummer brengt gewoon geluk. Ja, sowieso. Kijk, hoppakee. Bam! Nou, ik hoop dat dit... dat dit zijn ei was. Anders zijn we de lul. We gaan even allemaal appels maken. Komt hij hierheen? Nee, hij komt hier niet heen. Nou, hij stond daar wel. Stond hij daar? Ja. Stond hij te koenkloeren aan ons? Kijk. Maar hij staat er wel, ja. Kijk, laten we gewoon even wat extra eten maken. Een normaal eten in plaats van allemaal van die appels. Oké, dit moeten wij gewoon winnen, oké? We gaan voor die winst. Oh, hij komt. Hij komt! Oké, wat gaan we doen? Oké. Ja, gaan we vanaf hier. Wahaha! Oh. Hey! Ik heb een achievement unlocked. Echt? Kill the player that destroyed your egg. We hebben hem gekilled. Bam, jongen. Zo doen we dat. Hopsakee. Opbokken. Pak diamonds. Gaan we... Oh, ik heb een pickaxe nodig. Dat is een goeie. Goeie tip, man. Dankjewel, Milan. Oké, gaan we even een pickaxe maken. Gewoon even standaard pickaxe. Hoppa, nemen we er meteen 4. Zo. Niet uitlachen, hè? Nee. Oh. Even kijken. Oké, daar gaan we. Nice. Oké, welke kleur zijn wij eigenlijk? We zijn rood. Kleur van knolpauwen. Oké, even kijken. Gaan we hier. Zo. Ik denk dat wij een goede kans maken, Milan. Ja, dat denk ik ook wel. Hopsakee. Het zou mooi zijn als we winnen. Oké. Gaan we hem pakken? Tuurlijk gaan we hem pakken. Ja. Wij zijn fucking beast mode. Kijk. Moskou, la 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 la. Moskou, la 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 la. Oh, nog één. Oh, nog één. Oh, oh. Ah, maar dat kan allemaal. Maar dat mag allemaal. Hoezo slaat hij mij zo snel? Ja, dat is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Hoezo slaat hij mij zo snel? Ja, volgens mij is het niet. Volgens mij klopt dat niet helemaal, hè? Nee. Hoezo slaat hij mij zo snel?
Volgens mij is dat wat ik ook denk. Ja, even kijken. Kap is. Oh, er komt nog iemand bij. Heel goed. Sla hem maar. Wij gaan er vandoor. Oh, later. Kijk hoeveel damage hij doet. Later. Ah, we zijn omhoog gebouwd. Wij gaan weg. Moskou, Moskou. Ja, la la la. Er is iemand. Ja, die gaan we even pakken, of niet dan? Ja, er komt niemand aan. Dus dat is al zijn ei gebouwd. Huh, zijn ei is al weg? Ja. Ja, zijn ei is al weg. Hij tikte hem eraf. Hij tikte hem daar eraf. Alleen er zit nog iemand, volgens mij. Yes. Oké, we hebben de diamond generator aangezet. Kan die nu nog een keer, want je hebt heel veel diamonds. Dit is onze tactiek voor nu. Ik zie echt geen shit, zowat. Hoeveel diamonds heb je nog in? Even kijken, ik heb een 9. Ik moet er even, 10. We moeten er... Ja, nee, 12 denk ik voor een diamond sword. Ja, ja. Maar als je hem nog een keer doet, dan krijg je... Ja, maar daar hebben we... Oh ja, dat heb 10. Ja, inderdaad. Nee, goeie man. Bam, jongen. Wij gaan gewoon winnen. We gaan ze afmaken. Dat komt goed. Oké, kom op. 1 diamond. Nu moeten we hier wel even een tijdje wachten. Ik ben bang dat... Wij zijn het enige team. Kijk maar rechts daar. Ja, die geen ei meer heeft. Nee, precies. Dus het is best wel... Beetje spannend dit. Ja. Beetje tricky. Beetje. Ik heb hier trouwens eikels. En die geef ik nou... Hier, mag je hebben. Omdat je een eikel bent. Dankjewel. Nee, maar kijk. Dit is zo'n dopje van een eikel. Ken je dat? Ja, dat kan ik heel goed op fluiten. Ja, kan je dat? Ja. Ja. Probeer jij eens. Ja, het gaat heel hard. Er zit wel een beetje speeksel voor mij in, maar... Oh, shit! Shit! Oh, oh. Ha, ha, ha! Had hij niet verwacht dit! Had hij niet verwacht dit! Dit had hij niet verwacht. Hij kwam hier binnen en ik was zo van... Oh, dat is de villager. Oh, even kijken. Waar is hij gebleven? Waar is hij heen? Waar is die gast? Oh, oh. Hij zit daar. Jij zit dom te doen. Hij doet heel snel. Oh, maar er komt nog iemand aan. Oh, ja, dat is die. Oh, hekker. Nee. Nu zijn we dood. Oh. Oh. Ja. Ja. Maar ik vind alsnog dat wij het wel echt gewoon goed gedaan hebben, hoor. Sowieso. High five. Heel erg bedankt dat je mee wilde doen in deze minigame. Hopelijk vonden jullie, je kijkers, het allemaal heel erg tof. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En, ja... Tot de volgende keer. Ja. Peace. Okay.